Goedenavond en welkom bij het COVID-19-journaal. Met de teller op 78 positieve gevallen blijkt dat de daling toeneemt en dat u als burger gehoor geeft aan de COVID-19-maatregelen. Lieve mensen, laten we het aan uw boos zo houden. Jij en ik kunnen ervoor zorgen dat Suriname straks weer coronavrij is en dat wij de geschiedenis in kunnen als land dat zonder een vaccinatie er doorheen is gekomen. COVID à COVID. En het is officieel. Voor kinderen beneden 12 jaar hoeft een mond- en neuskap niet meer op school. In deze aflevering van het COVID-19-journaal zullen de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid wat meer duidelijkheid geven hieromtrent. De kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen mondkap meer op, omdat de wetenschappelijke inzichten van de gezondheidsautoriteiten dat hebben bepaald. Ze hebben steeds meer onderzoek gedaan en nu blijkt dus dat de kinderen beneden 12 jaar niet zo in staat zijn om anderen te besmetten. Het is al een tijdje bekend, maar in Suriname hebben we het nog niet helemaal doorgevoerd. Nu we uitgebreid met onze eigen autoriteiten gesproken hebben, de minister van Volksgezondheid, het team dat zich bezighoudt met COVID, het COVID-team, en verschillende leerkrachten en ouders, is besloten van laten we het advies van de autoriteiten van de gezondheidszorg aannemen, overnemen en laten we het uitvoeren. De kinderen zijn dus veilig, omdat het een advies is van de WHO en een advies van onze eigen gezondheidsautoriteiten. Hun advies is wel dat de leerkrachten wel de mondkap op moeten hebben om zichzelf te beschermen. Dus kinderen, mondkap af als je op de lagere school zit, 12 jaar bent en jonger, maar de leerkrachten moeten het wel op hebben. Vanwege de aanhoudende hitte zijn er ook voor de basisscholen, de VOJ en VOS-scholen andere tijden ingedeeld. Zo zullen de basisscholen met ingang van morgen, 20 oktober, tot en met vrijdag 13 november om 11:30 sluiten en de VOJ en VOS om 12 uur. Dat de scholen sluiten, een beetje vroeger sluiten, dat heeft alles te maken met de aanhoudende hitte. Het is in sommige klassen 34, 35 graden en dat is wat de gezondheid betreft van de kinderen niet goed. Ook die van de leerkrachten niet. Normaal gesproken was heel vroeger oktober al een maand waarin de scholen, we noemden het toen halve dagen, open waren. Dat is een oude gewoonte, maar nu toen werd het een beetje minder heet en nu is het weer ineens enorm heet. En dan moet je luisteren naar de mensen die daar last van hebben, met name de leerkrachten en de kinderen. Vandaar dus dat we hebben besloten, de aanhoudende hitte, we gaan halve dagen draaien, in elk geval de lagere school tot 11:30. En het VOJ en VOS, dus MULO, LBO en de middelbare scholen tot 12 uur. Het verschil van een half uur heeft meer te maken met het feit dat je het verkeer een beetje ontziet als je het spreidt. En het heeft geen bijzondere andere reden dan een enorme hitte. We moeten gewoon luisteren naar waar die samenleving om vraagt. En dus hebben we daar antwoord op gegeven. Je begint te werken met wat de gewoonte is. En als je merkt dat dat niet kan, dus de gewoonte was 1 oktober starten en de scholen draaien normaal door tot 1 uur. Maar als er veranderingen optreden, als die samenleving om iets anders vraagt, dan moet je daar ook naar luisteren en dan moet je daarop inspelen. Vandaar dus dat we nu pas het besluit hebben genomen om vroeger dicht te gaan. De vraag of wij weer minder uren les hebben, ja, dat klopt. Maar we hoeven ook daar niet erg druk over te maken. Meer in de zin van, er is iets heel nieuws aan de hand. We hebben een COVID-crisis. We hebben een overmatige hitte. En je kunt niet doen alsof COVID er niet is. En je kunt ook niet doen alsof de hitte er niet is. En wat we wel gaan doen
is we gaan samen kijken hoe we het schooljaar afmaken en welke vakken anders moeten worden gegeven, zodat we niet te veel verliezen aan het eind van het schooljaar ook nog een redelijk resultaat hebben. Maar er zijn andere tijden, dus andere maatregelen. Ik geef mijn kinderen elke dag gezonde voeding en drinken mee naar school. Daarmee krijgen ze voldoende energie en een betere weerstand. Ik hou mijn kind met griepverschijnselen thuis. Ook als iemand anders met griep of COVID-19 in huis is. Zelfs de pauzes zijn nu veranderd. We hebben nu vaker en korter pauzes. Dat is prettig, want dan kan ik mijn mond-neusbedekking even afdoen. De pauzes gaan nu per klas. Dat is vooral om te voorkomen dat grote groepen kinderen bij elkaar zijn. Brassen geven of handen schudden doen we niet meer. Jammer, maar mijn vrienden en ik hebben allerlei leuke manieren gevonden om elkaar te begroeten. Gelukkig was ik al een beetje gewend mijn eigen brood en drinken van huis mee te nemen. Want we kunnen nu niet meer zelf naar de kantine. Niet erg hoor, het bespaart wat geld en ik kan gezonde dingen van huis meenemen. Zoals vruchten en dingen met minder suiker. Als je geen eten van huis hebt meegekregen, mag je vooraf je bestelling plaatsen op een lijst in de klas. Jouw eten en drinken worden voor de pauze in de klas voor je gebracht. Dus, ook al zijn we buiten, we blijven in kleine groepjes en houden 1,5 meter afstand van elkaar. Ik bescherm jou en jij beschermt mij. Daarmee zijn we allemaal een beetje veiliger. Ook in de pauze! Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid gaat tijdens een telefonisch onderhoud wat dieper in op zaken betreffende het niet verplichten van mond- en neuskap voor kinderen beneden 12 jaar. Ja, daar sta ik zeker achter, omdat dit besluit niet is genomen alleen door het ministerie van Onderwijs, maar na evaluatiegesprekken met de deskundigen van onder andere het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Volksgezondheid. We hebben kinderartsen geraadpleegd, maar ook de deskundigen van onderwijs, omdat er een geconstateerd is in de praktijk dat het dragen van een masker voor kinderen onder 12 jaar een praktisch moeilijke situatie is. Het is moeilijk om kinderen op die leeftijd te blijven attenderen daarop. Twee is, kinderen hebben vaker concentratieproblemen en problemen met de aandacht als het gaat om de les bij te houden. Met focussen zich meer op een mondmasker. We hebben ook een situatie met de hitte die er nu speelt. En dat het heel erg moeilijk is voor kinderen om dan nog op een rustige manier en gezonde manier te ademen met een mondmasker op. En dan zijn we gaan kijken, de vraag kwam concreet, is het wel veilig? En dan zijn de kinderartsen natuurlijk voor ons gaan nakijken en is het advies ook conform de WHO en de CDC. En dat is de Amerikaanse Public Health Authority, die daar duidelijk zijn in hun adviezen. Dat er vooralsnog de nadelen dan meer zijn dan de voordelen. In die zin van, er zijn geen bewijzen dat kinderen onder 12 jaar, als ze, ook al zijn ze positief, ze worden minder ziek dan volwassenen. En dat ze niet ziek worden, maar ze worden minder ziek. En dus daarmee wordt de besmettingskans ook minder. Dat neemt niet weg dat wij zeggen dat kinderen die COVID-positief zijn of uit een gezin komen waar COVID-positief iemand COVID-positief bevonden is, dat zij dus conform het protocol van het ministerie van Onderwijs ook thuis moeten blijven. Dus er is een protocol van het ministerie van Onderwijs. Indien er een suspect case is, wat er moet gebeuren. Indien er een familielid thuis positief is, wat er moet gebeuren. Maar
dat van een mondkap. Ik kan stellen dat ook in overleg met de wetenschappers, dus de kinderartsen en de deskundigen, duidelijk het advies is gegeven van het vormt niet meer, althans er is niet een bedreiging, superbedreiging, dat kinderen onder de 12 jaar zonder een mondkap onveiliger zouden zijn. Dus dat is de reden dat wij hebben gezegd het is veilig en we kunnen daartoe overgaan. En natuurlijk geldt wel nog steeds dat leerkrachten nog steeds hun mondkap verplicht moeten opzetten. Omdat bij kinderen boven 12 jaar en volwassenen de kans op besmetting gewoon nog even groot is. Dus dat is eigenlijk de overweging. En vanwege de hitte heeft het ministerie natuurlijk ook geadviseerd om de scholen een beetje eerder te sluiten. En dat is de tweede maatregel die het ministerie van Onderwijs heeft genomen. En wij als volksgezondheid zijn daar tevreden mee. Dat was het dan weer voor deze editie van het COVID-19-journaal. Blijft u de maatregelen acht nemen en vergeet u niet dat de partiële lockdown nog steeds van kracht is en wel van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Let goed op uzelf en uw naasten en we zien elkaar morgen weer tijdens een andere aflevering van het COVID-19-journaal. Utambung!